Toch even over je opa. Vertelde hij in zijn leven veel over die tijd, de oorlogstijd? Ja, hij vertelde altijd anekdotes, losse anekdotes. Maar, okay. Het is niet iemand die het helemaal verborg, want hij wou, nee, hij wou niet, nee, dat het... Hij wou zelf niet dat er een boek van zou verschijnen. Nou, hij heeft meegewerkt uiteindelijk aan het eind van zijn leven wel aan een reeks van 25 uur interviews. Maar het manuscript daarvan heeft hij toen weer afgekeurd, ja. Ja, okay. Maar dat vond hij gewoon niet goed geschreven. Oké, okay. Het is niet zo dat hij zich er helemaal voor afsloot na de... Nee, dat niet. Nee, maar hij was er wel door getraumatiseerd. Hij was wel, dat was wel duidelijk. Ja, oké. Okay. Even iets anders. Nou, de cd's naar uit, het boek is uit, het programma gedaan. Sluit dit weer een bepaalde periode voor jou af? Ja, maar ook, het begint ook weer iets, want ik ga sowieso een tweede boek schrijven. Dat is, ik heb ooit gedacht, van, nou, ik schrijf gewoon één boek, dit verhaal wil ik schrijven en dan is het klaar. Maar dat is niet zo. En ik denk dat we ook weer gewoon weer doorgaan met de cd maken. Maar dat cd's maken is voor mij ook gewoon iets van, om de zoveel jaar doen we dat gewoon, weet je. Ja. Dan hebben we zoveel liedjes dat we het weer gaan opnemen. Ja. Oké. Okay. Maar je bent bezig met een nieuw roman dus al. Ja. Waar gaat dat over? Ja, daar wil ik nog niet te veel over vertellen. Nee, maar is het heel anders dan... Nee, het is niet heel anders, nee. Dit is gedeeld. Het blijft ook dicht bij huis. Oké. Okay. Ja. Dus, gaat het over momenten van geluk in deze tijd en vroeger? Oh, niet meer, ja. Ja, het wordt ook alweer de zoektocht naar iemand en ja, het refereert ook weer aan deze tijd, ja. Maar ik wil dat nog niet al te veel, dat is nog zo, ik heb 8 bladzijden geschreven of zo, dus dat is echt okay. helemaal maar je hebt wel ik heb het idee, weet ik, ja. In je hoofd. Ja. 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 Oké. Okay. Verdere plannen voor dit jaar? Nee. Nee. Ja, het is een soort van, het is toch een soort van carousel die doordraait, want ik ben daarmee bezig. Ik word nu gevraagd om een verhaal ergens voor iets te schrijven, dan schrijf ik het verhaal. Ik ben al wel bezig met nieuwe nummers. Ja. En eigenlijk pakt het allemaal wel een beetje, ik heb toch elke dag wat te doen op deze manier, snap je? Ja. Dat is nog een liedje bij mij opviel, Het volgt je toch? Ja. Je kan jezelf niet ontvluchten, wil je daarmee? Nou, dat liedje komt een beetje voort doordat we nogal wat vrienden hebben die dan ineens naar Zuid-Frankrijk verhuizen om daar een bed and breakfast te beginnen. Weet je, die gaan helemaal anders doen. En, er zijn zelfs tv-programma's over tegenwoordig. Ja, nou precies. Dat wordt heel erg geromantiseerd. Terwijl ik denk, volgens mij is lakens verschonen in Frankrijk niet leuker dan het in Nederland is. Weet je, het is maar de vraag of dat nou allemaal zo geweldig is. En je hebt ook echt vrienden die dat hebben gedaan? Ja, en er zijn er ook die het gedaan hebben. Die waren overigens binnen 3 maanden gescheiden, dus dat was ook wel grappig. Okay. Dus daar in Zuid-Frankrijk helemaal? Ja, nou die gingen naar Afrika, maar Zuid-Afrika. Maar, dat zegt ook wel weer wat. Nou ja, het is natuurlijk ook heel vaak een vlucht. Weet je, het gaat niet goed en we gaan dus maar weg. En dat is volgens mij het hele probleem van het verhaal. Je schuift er een andere dia achter. Je hebt een ander achtergrondje met een strand. Ja. Maar jij, of jullie tweeën, jullie blijven echt hetzelfde. En je problemen, die krijg je toch voor je kiezen. Die ontvlucht je niet. Ja. Dus dat liedje dat gaat inderdaad ook over van... over al die dingen. Dat is eigenlijk over dat geluk ook. Al die dingen die mensen doen om maar gelukkig te worden. Maar dat gaat je niet lukken als je niet echt wat doet aan het probleem natuurlijk.